jezelf te verzamelen. En dan zelf vallen. De zomer komt eraan en dan is iedereen meer dan ooit bezig met een strakke buik. Maar laat je niet gek maken, hè? Niet iedereen hoeft die sixpack te hebben. En toch, aan je core werken, dat is wel echt heel belangrijk. Want dat gedeelte van je lichaam houdt je postuur mooi recht, is veilig voor je onderrug. Dus hoe sterker dat is, hoe beter je door het leven gaat. Het leuke aan de buikspieren is natuurlijk dat je ze ook gewoon thuis kunt trainen. Daar hoef je helemaal niet voor naar een gym. 3 oefeningen die je gewoon lekker in de woonkamer kunt doen. Tip 1. Aankleden op 1 been. Door op 1 been te staan moet je je evenwicht bewaren, span je dus heel erg die core aan. En dan proberen je schoenen aan te krijgen zonder dat je valt. Tip 2. De crunch is natuurlijk de klassieker van alle buikspieroefeningen en net even anders dan de sit-up. De sit-up, deze beweging, is voor veel mensen toch nog lastig op die onderrug. De crunch is veilig, want je houdt je onderrug tegen de grond aan en krult eigenlijk alleen je schouders omhoog. Buikspieren aangespannen. En weer kun je gewoon doen tijdens de televisie kijken. Tip 3. Voor gevorderden. Zoek in je huis naar attributen waarmee je oefeningen kunt doen. Zoals bijvoorbeeld een deegroller. Ook belangrijk, hou er een beetje plezier in. Niet te serieus nemen allemaal.